Ik heb weinig verstand van kwantumfysica. Maar wat ik nu heb vernomen, dat is echt iets waar ik heel enthousiast over ben en met jullie wil delen. Craig Braden is een wetenschapper, een visionair. En die heeft verteld dat je je hart en jouw brein kan verbinden met elkaar. En dat heet heart-brain coherence. Het is de samenhang tussen jouw hersenen en jouw hart. Er is inmiddels een apparaat ontwikkeld die de coherentie tussen die twee kan meten. En ik praat wel eens over een energieveld, dat weten jullie inmiddels. Maar rondom jouw hart zit ook een energieveld van 2 à 3 meter grootte. Nu is het zo dat jouw hart, geloof het of niet, heeft 40.000 hersencellen. Deze hartneuronen die zijn in jouw hart aanwezig. Het zijn sensorische neuronen. En zij, ze noemen het ook wel eens het kleine brein van het hart. En behalve die 40.000 hersencellen in jouw hart, jouw elektrisch veld in jouw hart is 100 keer zo sterk als jouw brein. Dus wij worden wel geleerd in de maatschappij en op school en waar dan ook dat je met je hart moet denken, met je hoofd moet denken. Maar je moet dus veel meer met jouw hart gaan voelen. Dus vanuit jouw hoofd richting jouw hart gaan. En jouw elektrisch veld om jouw hart is dus 100 keer sterker dan jouw brein. En jouw magnetisch veld in jouw hart is 5000 keer sterker dan het brein. Hoe bizar is dat? Hoe bijzonder? En daar wordt gewoon eigenlijk weinig over verteld. En er wordt natuurlijk ook steeds meer over ontdekt, laten we eerlijk zijn. Verder heeft het hart geen oordeel, geen angst, geen ego. En dat heeft het brein allemaal wel. Dus wat eigenlijk de bedoeling is om die samenhang te gaan krijgen, dat zijn 4 sleutels. Hoe ga je nu de verbinding met jouw hart en jouw hersens maken? Nou, stap 1 is, wat ik net al zei, verschuif jouw, ga vanuit je bewustzijn, dus ga vanuit jouw hoofd richting jouw hart. En stap 2 is, begin langzamer te adem te halen. Dus 5 seconden in, 5 seconden uit. En het liefst, ik doe met jullie mee, met je hand op je hart. Zodat je die verbinding ook maakt met jou. Ja, ik kan het net niet genoeg. Dus 5 seconden inademen. En uit. Dan merk je in principe al dat je rustiger wordt. Dat is stap 2. Stap 3 is nu, creëer het gevoel, en nog steeds je hand op je hart houden, creëer het gevoel van een emotie van 1 of meerdere, een combinatie van de volgende 4 emoties. Dat is, waardeer iets of iemand. Heb het gevoel, waardeer iets of iemand waar je om geeft. Wees dankbaar voor iets of iemand in je leven. En heb compassie. Als je 1 van deze emoties voelt. Of, ja, volgens mij, ik weet niet of dat goed gaat met die zon. Maar het is een behoorlijk heftig zonnetje achter mij, zie ik ineens. Ik denk dat dit beter is. Sorry. Dus als jij die 3 stappen doet, dat is dé sleutel. Zodat jouw hersens een prikkel krijgen vanaf jouw brein. Want vanaf jouw hart. Want jouw hart communiceert gewoon met jouw hersenen. Alleen als jij die 2 in verbinding gaat zetten, dan als die 2 in relatie komen, dan gaat jouw zelfherstellend vermogen gaat zijn werk doen. Dat betekent dat je een beter immuunsysteem krijgt. Je bloeddruk gaat zakken. Je krijgt meer intuïtie. Je krijgt meer wilskracht. Anti-aging. Hey, wie wil dat niet? Een paar minder rimpeltjes. Die gaat gewoon zijn werk doen, hè? Cardiovasculair, dus jouw hart en vaten, die worden gezonder daardoor. En deze oefening die werkt ook nog eens 6 uur door. Dus als jij dit gedaan hebt, je neemt hier de tijd voor, desnoods 's avonds voordat je naar bed gaat, voordat je in bed ligt. En ik heb ook trouwens een video ooit gemaakt. Ik denk dat door de titel dat mensen hem niet zo snel aanklikken. En dat is zonde, want het is Ho'oponopono. Kijk even naar die video. Het is een vergevingstechniek die uit Hawaii is gekomen.
Daarin vertel ik ook dat als jij je hand op je hart legt, dan maak jij verbinding met jouw hart. En dan gaat die, wat jij, het kan ook met dromen zijn en wensen wat jij wilt. Maar als jij iemand vergeeft, dan gaat dat veel sneller als jij jouw hand op je hart legt. Dus kijk die video ook eventjes. Ook al is het een rare tekst, een rare titel, Ho'oponopono. Het is een shamanistische vergevingstechniek. Het is een ritueel. Het is een rare naam, maar het moment wanneer jij je hand op je hart legt, dan maak jij verbinding. En ik zou zeggen, ga vanuit jouw hart. Neem de lift naar beneden. Ga vanuit jouw brein. Zo, ik kom even niet meer uit woorden. Ga vanuit jouw brein. Neem de lift mee naar beneden. Naar je hart toe, in je hart. Daar gebeurt het. En compassie is zoiets groots. Dat wil je niet weten. Wat dat voor gevolgen heeft. En ik zou gewoon zeggen, be badass. Ik hoop dat je dit leuk vond. Ik vond het in ieder geval super interessant. Als je er meer over wil weten, kan ik er nog een andere video over maken. Dat ik er nog dieper op inga. Ik wil het hier eventjes bij laten. Want ik moet er vandoor. Ik moet even. Ik heb een opleiding. En ik zit nu gewoon in het weekend om 7 uur mijn wekker te zetten. Om 2 uur te reizen heen. En dan vanavond weer 2 uur terug. Want het is de hele dag. Het is een dagopleiding en meerdere dagen. Dus vandaar dat ik nu naar binnen moet voordat ik iets ga missen. Maar omdat ik nu heel de dag natuurlijk on the road ben en onderweg. Denk ik van, ik wil dit eventjes bespreken. Omdat dit is zoiets iets groots. Dat ze de wetenschappers nu, in bijna 2020, ontdekken hoe belangrijk de relatie is tussen jouw hersenen, jouw brein en jouw hart. En dat je die samen in verbinding kan brengen. En ik denk, dit is gewoon groots. Heel groots. Dus ik vond hem in ieder geval interessant. Ik hoop jij ook. Geef me een like als je hem leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal. Daarnaast zit een belletje, een notificatiebelletje. Als je die aanklikt, word je automatisch op de hoogte gehouden van elke upload van een video van mij. Dan hoef je er verder niets meer aan te doen. Ik plaats ook altijd een tekst onder mijn video. Die kan je ook lezen. Je kan een reactie achterlaten. Zou ik leuk vinden. Good vibes. Een hele mooie, fijne dag. En tot de volgende keer. Namaste.